Ben je CEO van een middelgrote of een grote organisatie? Bijvoorbeeld een organisatie met 1000 mensen of meer. Knijp dan even in je arm. Vraag je eens af of je echt een mens bent van huid en botten. Of een avatar, een vage illustratie van wie je bent. Stomme vraag? Niet voor heel veel van je medewerkers. Oké, je board members en het hogere management, die weten best dat jij ook gewoon naar de wc gaat. Maar de mensen in jouw organisatie, die ver van je verwijderd zijn, die zien jou als een Braveheart of een Lara Croft. Je bent voor hen een imaginaire constructie. Tuurlijk, ze realiseren dat je bestaat, maar je zijn is abstract. Je wist het niet en toch is het zo. De mensen op de werkvloer zijn dat er 1000 of 1500. Dat weet jij het beste. Die creëren een beeld van jou op basis van wat ze her en der oppikken. Je speeches op YouTube. De publicaties met jouw naam eronder. Gemaakt door je marketingafdeling. De e-mails die gestuurd worden namens jou. En weet jij veel wat erin staat? Je kan niet alles bijhouden. Je tweets. Een krantenbericht ergens. De meningen van hun familie. Jouw tred in de gangen, soms als ze je eens per ongeluk tegenkomen. Eigenlijk is die informatievoorziening maar flinterdun en breekbaar als een Chinees theekopje in het Rijksmuseum. Dit laat onverlet, ik zocht heel lang naar een moment om dit te kunnen zeggen, dit laat dus onverlet dat je werknemers verlangen naar menselijkheid. Jouw werknemers zoeken naar antwoorden op specifieke vragen, zoals: ziet onze CEO mij staan? Heeft hij normen die deugen? Ze zoeken in de mens in de constructie. Misschien vind je het wel best zo. Laat het dan maar zo. Maar misschien wil je ook je echte gezicht zien en zou je die avatar willen killen. Wel lekker om dat strategisch aan te pakken. Een voorbeeld. Je hebt natuurlijk een hele fijne directiekamer. Maar ergens wat lager in het gebouw staat vast nog wel een andere kamer leeg. Richt die in en gebruik die bijvoorbeeld een dagdeel per week en zet de deur open. En je bedenkt zelf vast nog wel een aantal andere strategieën. Ik zeg, kill de avatar. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.